Yo mensen, welkom bij een nieuwe GTA 5 video. Jullie hebben allemaal op deze video gewacht. Precies een week geleden is er een nieuwe update uitgekomen. De Ill-Gotten Gains Part 1. Oh, ik ga op bed. Nee, dit is niet de tijd om naar bed te gaan, Franklin. Oh mijn god, het is net begonnen. Wat doe je? Ja, what the fuck? Gaat die man een beetje liggen slapen? De nieuwe update kwam uit vorige week woensdag. En iedereen ging hem natuurlijk meteen spelen. En toen dacht ik, laat ik gewoon precies een week wachten voordat ik ermee ga spelen. Nee, dat is niet de waarheid. Maar wat wel de waarheid is dat ik het nu wel ga spelen. En eigenlijk is het een update grotendeels voor GTA Online. Maar daar heb ik nou geen zin in, want ik heb scheid. Ik ga gewoon alle dingen van GTA Offline laten zien. Want iedereen weet wel wat er in GTA Online allemaal nieuw is. Allemaal auto's en shit en kleren. Maar ja... Weet je, er zijn ook mensen die GTA singleplayer spelen. En een van die personen ben ik vandaag. Ik ga natuurlijk ook nog wel een keer GTA Online spelen met de nieuwe update. Of als de volgende update uitkomt. Want deze update is volgens mij onderdeel van 2 of 3 verschillende updates. Dus hierna komen er nog 2 of komt er nog eentje, dat weet ik niet precies. Maar dit is in ieder geval part 1. En er zitten nieuwe auto's in, nieuwe helikopter... Een nieuw vliegtuigje, nieuwe kleren en een nieuw wapen. En ik heb het nog helemaal niet gespeeld. Ik heb het eigenlijk ook helemaal nog niet bij andere mensen gezien. Want ik dacht van ja, ik wil het zelf natuurlijk ontdekken. Dus we gaan eerst het nieuwe wapentje testen. Oh mijn god, what the fuck? Oh, dikke stunts. Holy shit, Franklin. Je bent echt met het goede been uit bed gestapt. What the fuck? En dan komt er zo'n prullenbak. En die verneukt het weer. Ja, wat moet je daar nou mee? Meneer, zeg er eens iets van. Niet op de grond. Waarom ga je me tegenhouden? Heb ik gevraagd om mij tegen te houden? Als je me tegen moet houden, dan had ik wel gezegd, hou me tegen. Maar dat zei ik niet. En nou zei ik het wel een paar keer, maar dat bedoel ik niet. Laat maar. Ga jij nou tegen mijn auto aanlopen? Jij was die man, hè? Jij moet er nog iets van zeggen. Nee, jij niet. Fuck. Nee, ik heb problemen. Ik heb problemen. Niet gemeen doen. Ik koop een nieuw wapen en dan schiet ik jullie allemaal dood. Wacht, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Laat ik eerst even vluchten en daarna schiet ik ze allemaal dood. Oh shit, politie. Waarom mag ik geen mensen op een smoel stompen met mijn vuist? Wat is dit voor een stad? Kom op, dan wil ik op zijn minst nog een beetje iemand op zijn muil kunnen stampen. Net zoals jij. Holy shit! Wow! Dat was de hardste klap die ik ooit heb gezien de afgelopen 2 minuten. Wat? Hij werd helemaal wild, jongen. Oké, als jullie nou allemaal trappen oplopen, dan ga ik zo naar beneden, oké? Oké, er staan ook mensen beneden. Dit was echt het beste plan ooit. Oh mijn god, rennen, kom op! Ik kan het, ik ben een meester ontsnapper. Ik kan... Oh, ik kan dit toch serieus ook gewoon. Lol, dat was niet zo moeilijk. Oh kut, ze zit achter me aan met pistolen. Dit is niet aardig. Ik ga niet terugschieten, want dan ben ik nog verder van huis. Eigenlijk als ik de andere kant op loop, ben ik nog verder van huis. Want dit is eigenlijk wel richting mijn huis. Maar dat was ook niet wat ik bedoelde, what the fuck. Ik wil gewoon die politie kwijt, ik wil het wapentje. Oh, kan ik op de ladder? Ja, toevallig kan dat, dat is mooi. Oké, we kunnen een paar dingen doen. En een van die dingen is naar de overkant springen, maar dat lukt niet, maar... Schijt! Ah, nee! Ik ga dood! Ja, dat was te verwachten. Waarom ik het dan alsnog doe? Ik heb geen idee. Misschien lukt het een keer, weet je. Misschien zit er in een keer een bug in of zo en dan lukt het wel. Maar ja, helaas niet. Oké, nieuwe ronde, nieuwe kansen, we leven. We gaan proberen het wapentje te kopen. Ik heb nooit geweten dat het zoveel moeite en zoveel inspanning zou kosten om dit wapen te gaan testen überhaupt. Maar ja, dat zijn natuurlijk weer onverwachte avonturen, hè. En ja, dat is wel geinig om dat weer te beleven natuurlijk. Hallo meneer de vrachtwagenchauffeur. Ik ga eventjes op uw dak. Ik heb hier totaal geen reden voor, maar ik doe het toch. Ik ben op zoek naar een leuk autootje. Of, nee, ik moet trouwens de andere kant op, meneer de vrachtwagenchauffeur. Ik moet naar de wapenwinkel. Oké, de lift komt met die andere man mee. Oh fuck, dit gaat ook weer niet goed. Ik begin toch te twijfelen of Franklin toch wel met het goede been uit bed is gestapt. Ja, hier heb ik echt geen zin in. No, ik bel gewoon een taxi, want ik ben een fucking lui. Dat zijn de hulpdiensten. We zijn aan het wachten op de taxi. Laten we eventjes wat mensen irriteren. Want dat is toch wel mijn dagelijkse bezigheid. Jezus Christus zeg. Nee, jij verdient het ook gewoon hè, om een knuppel tegen je auto te krijgen. Dat betekent dus ook dat we vandaag geen GTA Online jobs gaan doen. Maar dat ga ik waarschijnlijk de volgende keer weer doen. Komt allemaal goed jongens. Binnenkort ga ik trouwens ook nog wat andere dingetjes doen. Ik heb een heel vet idee voor een nieuwe GTA-serie op dit kanaal. En ik ga het niet vertellen, want ik wil het al dat het een verrassing blijft. En ja, ik heb het nog niet helemaal uitgewerkt, maar het idee is er. En het is vet. En ik wil het eigenlijk gewoon zo snel mogelijk mee beginnen. Maar goed, we gaan eerst een wapentje kopen. Dit is het wapen dat nieuw is. En ik kan het niet kopen. Fuck yeah! Al die moeite voor niks. Trouwens, waarom kan ik deze mesjes niet kopen? Ask for details.
Nou, ik hoef hier geen details bij hoor. Ik weet al wat ik met die mesjes ga doen. Ik ga je zo hard een fucking boterham en pindakaas besnijden. Daar heb je toch messen voor, of niet? Ik logde net in en toen was ik Trevor. En toen stond er links onderin. Ja, er is een nieuw wapen bij de Ammunition. Dus dan ga ik er eigenlijk wel vanuit dat ik die kan kopen. Maar misschien moet ik hem eerst unlocken of zo. Ja, daar heb ik nou geen tijd voor. Als je zin hebt te kijken. Doe een shirt aan. Kijk ook kleine kindjes, denk ik. View the plans. Oh ja, we waren natuurlijk bezig met een heist. Maar dat is iets voor GTA Story Mode. En over GTA Story Mode gesproken. Dat wil ik iedere zaterdag gaan doen. En nu heb ik eindelijk een beetje ietsjes meer tijd wegens school. Ik ben nog niet helemaal klaar met school dit schooljaar. Maar ik heb ietsjes meer tijd dan de afgelopen maand. Dus waarschijnlijk gaat het me wel lukken om iedere zaterdag een GTA Story Mode te uploaden. En nou moet ik weer een of andere kutmissie gaan doen waar ik geen zin in heb. Sterf nou eens! Ik heb hier geen zin in! Zo! Daar met je missie. Luister, ik heb geen zin in deze missie. Laat me nou gewoon gaan. Ik blaas je gewoon op, hoor. Hier, ja, nou is het klaar. Hè? Dave died. Ja, nou, dan moet hij maar geen fucking missies gaan geven als ik er geen zin in heb. Zo, klaar. Mooi zo. Hé, hier staat Trevor zijn auto. Oh, laten we zijn auto stelen. Dat zal hij vast niet leuk vinden. Dat kan niet. Dan blazen we hem op. Niks zeggen, oké? Komt hij daaraan, toevallig? Nee, dat zijn rare mensen die hier in de industrie werken. Oké. We gaan Trevor's auto opblazen, dames en heren. Het wordt super spannend. Jullie gaan niks doorvertellen tegen hem, hè? Want als jullie het door gaan vertellen, dan ga ik het tegen jouw ouders zeggen. Oh, dat wil je niet meemaken. Even kijken hoor. Kijken dat ik een selfie kan maken ondertussen. 3, 2, 1. Ik kan hem niet laten ontploffen. Oké, luister, ik wil gewoon een selfie maken. Ontplof nou! Ja, jongen, toch. Kom op. Het is gewoon een ja, gewoon belachelijk. Nou, dat was Trevor's auto. Lul. Hij is gewoon een lul. Daarom verdient hij dit. Niet meer, niet minder. Gewoon gerechtigheid. Oh shit. Dit is totaal niet veilig. Maar we doen het lekker toch. En we gaan rennen, want het is super grappig. Oh shit. Oh, het lukt ook nog, joh. Gekkigheid. Rennen en lopen daar. Ik ga je gewoon snipen met de shotgun. Let op, dat kan ik. Hotse. Fuck. Dat kan helemaal niet. Wat lullig allemaal, joh. Maar ik wil nog eens laten zien. En dat is een soort van geruchtje. Daar wilde ik eigenlijk naartoe werken deze aflevering. Want het is een gerucht. Dus over de nieuwe updates. Dus ook part 2 en eventueel part 3. Die uit gaan komen van die Ill-Gotten Gains. Zo heet die update. En dat is iets heel vets. Maar dan moet ik eerst die fucking politie kwijtraken. Want anders kan ik er niet heen. Hoorde ik daar een hond blaffen? Waarom, politie? Waarom zit je achter die taco-kraam aan? Je kan ook gewoon vragen of dat ze je korting willen geven. In plek van ze kapot te schieten en kapot te rammen. Ja, oké. Okay, eerlijk is eerlijk. Het werkt wel, weet je wel. Als je die mensen gewoon doodmaakt, dan krijg je ook gewoon gratis taco's. En dat is wel zeer nice. Daar doe ik het voor, hoor. Daar doe ik het gewoon voor. Maar ja, deze politie is vooral weer apart volk af en toe, dus ja. Helemaal hier. Oh, fuck. Ik zit midden in de ghetto. Ik doe alsof ik hier thuis hoor, oké? La 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 la. Kijk, oh, ik heb een pak aan. Nou, ik ben zoveel anders dan jullie nu, hoor. Oh, ik heb haar. Nou, ik ben zoveel anders. De Jack taal bent, kan ik niks aan doen. Kom op, zeg maar, hallo, joh. Lekker aan de chillen in de ghetto met al mijn vrienden die ik niet heb. Hey, is dat een tasje van de Mac? Nee, ik heb het overleefd tot nu toe. Oh, dat is dat mooie ding geval met die punten en ijzer en zo. Ja, iedereen weet precies wat ik bedoel. La 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 la, overal gangsters. Oh mijn god, hij heeft een hond. Dat is best wel cool. Oh mijn god, ik hoop dat die hond een beetje aardig is van mij. Nee, Steve, hou je smol. Ik ben door de ghetto aan het lopen. Het is heel spannend. Ik moet niet verdacht lijken. Hoe kan ik geheel niet verdacht deze auto stelen? Want deze auto is gewoon precies in de GPP-kleuren. Behalve het groen. Oh mijn god, er moet nog groen bij. Oh mijn god, ik ga deze naar de garage brengen. Ik ben niet verdacht, ga weg. Oh, ze valt me niet eens aan. Oh, dit zijn gewoon vriendelijke gangsters of zo. Of het zijn gewoon ingehuurde acteurs die doen alsof ze gangsters zijn en gewoon eigenlijk dikke poesjes zijn. Ik denk dat dat nog logischer is eigenlijk. Het is best wel geen verkeerde auto hoor, trouwens. Hij rijdt gewoon lekker prima. Beetje krachtig. Gewoon stevig, zeg maar. Het is gewoon een mooi ding. Albany Buccaneer. Nou, deze auto heb ik geloof ik nog nooit gehad. Maar daar komt verandering in, want ik heb hem nu. Even repareren en dan gaan we er groen op zetten en dan kunnen we door. Oh, ik kan maar twee kleuren. Oh, wacht, als ik dit gewoon erin doe, dan is dat zwart en dan doe ik de rest gewoon groen. Kijk, kijk, dikke swag overal, jongen, hoppatee. Let's do this. Lekker aan het waggelen met deze auto. Zo, wat een bak is dit, zeg. Meneer, ik ga even over u heen waggelen.
Zo ja, heerlijk tegen een paal aangewaggeld. Oh, je leeft nog. Ik wil wel even doodwaggelen hoor. Even met de achterkant zo. Even schudden met die achterkant. Even lekker waggelen. Oh, word je boos nou? Word je boos? Oh, kijk. Hé, kijk. Ik heb gewoon gratis verf. Ik heb gewoon rode verf op mijn auto. Gewoon totaal 0 euro. Voor niks. Als een echte Nederlander word ik daar wel zeer vrolijk van. Maar ik ga naar de locatie waar ik het net over had. Want daar wilde ik eens eventjes een beetje gaan inspecteren. Pas op, kom maar aan. Ik kan niet rijden. Ik rijd veel te hard. En je gaat dood. Hoppatee. Helemaal doodgewaggeld. Krijg je ervan? Ik bedoel, weet je, ik rijd dan wel over de stoep. Maar waarom ga je dan rechts van mijn auto lopen, weet je wel? Dan ga je gewoon dood. Dat weet je van tevoren ook. Dus ja, waarom doe je het dan? Ik heb geen idee. Oh, picknick. Ik kom erbij. Mag ik erbij? Meneer, waarom val je in slaap? Oh, je valt niet in slaap. Hallo, blijf eens uit mijn auto. Blijf eens uit mijn auto. Oh, zat geld bij. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Dat was wel een stevige knie dan, want ik bleef weer helemaal achter hangen. Ken je dat knietje van hem? Dat is een stevig knietje. Hij ziet er zelf ook zeer voldaan uit, geloof ik. Die man. Deze lijpe man. Kijk eens aan, we zijn er. Hier is een parkeergarage en die is dicht. Waarom? Zou je denken, omdat hier een casino zit. En waarom zit hier een casino? Ja, dat is natuurlijk nog maar net de vraag. Maar het casino is nog dicht. Maar er gaan geruchten over dit casino. Want kijk, de nieuwe update gaat allemaal over dure shit die je kan kopen. En ja, voor dure shit heb je geld nodig. En hoe kom je aan geld? Ja, misschien heist doen. Maar misschien als je kan gokken in een casino, dan kan je heel snel heel veel geld verdienen. Of verliezen, maar ja, dat ligt er maar net aan dan. En dit casino staat er altijd. En er zijn in de afgelopen tijd wat aanpassingen geweest aan het gebouw. En het schijnt ook dat er interieur is ingebouwd. Dat weet ik dan niet zeker, want dat kan ik niet echt heel goed zien vanaf hier. En ja, het lijkt wel logisch, weet je wel. Zo'n update met luxe items en dan het casino dat erbij open gaat. Kijk, opening soon. Dus hij gaat binnenkort open. Weet je wel, dat zijn aanwijzingen voor dit casino. Nou zat hij in de eerste update nog niet. Want ja, de eerste update heb ik geïnstalleerd en je ziet, hij is nog niet open. Maar er komen nog twee delen van deze update uit. En misschien rond deel 3 is die casino er. En dat zal in de zomervakantie gaan gebeuren, geloof ik. En oh mijn god, dat wordt zo vet. Ik bedoel, ik hou al van het casino leventje, weet je wel. Als je GTA San Andreas hebt gespeeld, dat is zo vet, weet je wel. Dat gokken en dan... Ja, eigenlijk gewoon het casino overhoop schieten is eigenlijk nog wel leuker misschien. En misschien kunnen ze zelfs wel een heist hier in pleuren. Dat is ook wel lachen. Maar goed, ik hoop dat dit gaat gebeuren, want het is wel echt super episch. En tot zover ook deze video, want meer heb ik niet te doen vandaag. Druk op duimpje omhoog tot de volgende keer en dan gaan we GTA Online Job spelen. Later!